werken. Ja. Maar als je bijvoorbeeld, als je ergens pijn hebt, hè, dat kan ik eigenlijk in 2 minuten maken of je gelooft of niet, maar alleen doen wat ik zeg en dan gaat het gewoon weg. Mm-hmm. Dan zou ik wel willen dat jij iets met mijn knie kan doen. Ik loop al 2 jaar met mijn knie. Dat is interessant. Ja, nee, echt serieus. Ja. En ik denk dat daar iets mee is wat heel raar is. Want ik ben overal al geweest. En toen heeft op een gegeven moment een fysiotherapeut, die heeft mij onderzocht. En die heeft gewoon gezegd, je moet je gaan voorstellen eigenlijk dat je geen pijn hebt. Want jouw pijndrempel ligt te laag. En daardoor krijg je dit. Nou ja, en ik kom er gewoon niet van af. Dus ik ben bij een acupuncturist geweest. Die heeft een echo gedaan. En die heeft ontdekt dat er gewoon een kieste in mijn knieholte zit. Maar nou schijnen meer mensen dat te hebben. Alleen, als dat op zenuwen drukt en er zit vocht in, nou dat is lekker. Ja. Dus ik heb eigenlijk al 2 jaar last. En ik geloof, als ik pijn voel, dan voel ik pijn. Ja. Hoef ik niet te ontkennen. Terwijl iemand zegt, nee, maar die pijn die je voelt, dat was geen pijn. Ja. Dus dat moet je afleren. Waar heb je pijn? Hier. Hoeveel is het? Van 0 is niks, 10 is gewoon heel erg. Nu als ik hier zit, nou dat is 6. 6. Wil je die weg hebben? Ja. graag. Kom hier. Oh, nou had ik daar toch maar geen pijnstiller in genomen omdat ik wegging. Had ik hem ook kunnen uitproberen. Nee, toch zo... Oké, even kijken. Doe je bril af? Oh ja. Dat kan ik niet zo goed zien hoor. Je hebt niks te zien. Bijzien wel. Leg maar gewoon de hand daar. Leg maar de hand daar, oké. Oké, de pijn is daar hè. Het is 6, zei je. Ja. Is het nu 6? Oh, het is al 7. 7, oké, 7, dat is goed, oké. En nou, sta op. Maak je ogen dicht. En dan kijk naar de plek waar die pijn was. Kijk nou met de binnenste ogen. Kijk naar de plek waar het was. Oké? Oké? Wat voor kleur is het? Juist. En dan voel je het helemaal weg. Met dat oude programma. Die herschrijven is een nieuw programma. Dat doe je hele lichaam gaat. Helemaal weg. En dan met je ogen open. En dan voel je het nu. Het zit op een ander plekje iets. Maar het is niet meer daar. Nou, hoe zit dat? Hoe is het? Hoeveel is het? 3. Oké. Okay. En nou met je ogen dicht. Juist. Dan voel je het volledig weggaan. Juist. Oud programma die vervangen is door het nieuw programma. Nieuw programma die in plaats van pijn gewoon lekker gevoel geeft. En helemaal gewoon, net als de andere knie, helemaal rustig en helemaal fijn. Oké. Okay. Nou, doe je ogen open en dan voel je het nu. Niks. Nee. Wil je terug hebben? Nee. Oké, dat is goed. Oké, dat was het. Hartstikke fijn. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Oké. Zo is het. Zo, hoe lang ben je? Ik ben helemaal gereset. Hoe lang ben je bezig geweest? 2 jaar. 2 jaar. Wat er gek van. En dan 2 minuten weg. Ja. Oh. Ja. Maar, komt de vraag bij mij. Heb je, die moet ik dan aan jou richten. Krijg je dan weer opnieuw cliënten die, hè, waar je dan zeg maar de pijn hebt weggenomen, dat zich dan over een week of 6 weer, dat die pijn er weer zit? Weet je, als die bepaalde bewegingen, juiste bewegingen doen, niet. Maar als je kan zeg maar dingen goed hebben, maar weer ga je gewoon echt heel veel dingen doen en dan kan het gewoon terug. Maar als je blijft gewoon rustig doen wat je normaal doet, dan ik zie eigenlijk geen probleem die zou terugkomen.